Welkom bij dit webinar Ondernemen in Duitsland in de reeks Verover Nieuwe Markten. Het webinar wat wij samen organiseren met TNT Express en MKB Nederland, hier uitgezonden vanaf de MKB Service Desk in Utrecht. Duitsland, waarom is dat nou interessant? Een economische groei van 3% dit jaar. Nederland 0,8% krimp. Belangrijkste handelspartner van ons land met 25% van onze totale export die naar Duitsland gaat. Meer dan 80 miljard omzet. We importeren ook veel uit Duitsland, wel 17% van onze totale import. Het is dichtbij, cultuurverschillen lijken klein, maar we gaan vandaag zien dat dat wellicht toch schijn is. Een grote industriesector waar wij veel aan toeleveren en niet in de laatste plaats. We hebben onlangs een handelsmissie gehad waar ons nieuwe koninklijk paar naartoe is gegaan. En dat was in de deelstaten Hessen, Baden-Württemberg en Wittenberg. Jullie weten waarschijnlijk waar het ligt, daar gaan we dadelijk over spreken. Hier aan mijn linkerhand zit Tom Kemprink, directielid van Bons en Evers. Een bedrijf dat messingonderdelen maakt, onder meer voor de Duitse auto-industrie. Maar jullie doen nog veel meer. Het is ook sanitair en het zit eigenlijk overal in, heb ik zojuist gehoord. Jos van Mil aan de overkant van Greenco, een bedrijf achter de snoeptomaat. Gigantische aantallen tomaten, heb ik net gehoord, die jullie produceren. Daarover straks meer. 10 miljoen daarvan naar Duitsland. Ajit Pakas, Nederlands bekendste trendwatcher. Zo mag ik jou introduceren. Jij bent na Nederland nu hard bezig met Duitsland te veroveren. Op talencursus geweest bij de nonnen. Het boek is bijna af. Ja, Duitsland. En, jij gaat ons meenemen naar de trends in Duitsland. En dan hebben we nog een bijzondere gast die rond 12:30 vanuit Delft inschiet in een Google Hangout. En dat is Philip Hess van Sense Umbrella. En we gaan dadelijk aankondigen waarom hij erbij komt. Belangrijk ook even vandaag is Twitter. We twitteren via hashtag Verover Nieuwe Markten. Jij hebt geen Twitter. Nee. Dat gaat nog komen, dat daar hebben we het in voor. Ajis Bakas, de Twitter. En @snoeptomaatje is jouw Twitter. Dus Twitter vooral mee. We krijgen vragen hier binnen, dus praat vooral lekker op de chat. Dat is het scherm wat je links onder in beeld ziet. We hebben twee moderators. Die moderators die beantwoorden zeg maar, al jullie vragen, geven tips, geven advies en zorgen er ook voor dat wij hier met elkaar daarover kunnen praten. Zullen we gaan beginnen, want ik ben lang genoeg aan het woord geweest. Wij zijn heel benieuwd uiteindelijk waarom je naar Duitsland gaat. En daarom starten we nu een poll in. En die poll is, die vraagt eigenlijk naar de belangrijkste reden waarom jij als ondernemer naar Duitsland gaat. Het zijn drie vragen. 1. Het is dichtbij, dus makkelijk qua logistiek. 2. De economie van Duitsland is sterk, daar wil ik van mee profiteren. En 3. Ik ken Duitsland, weet wat ik daar kan verwachten. Ik begin heel even bij jou, Ajis. Als het gaat over Duitsland, en we hebben even wat plaatjes in beeld over de economie in Duitsland. Megatrend Duitsland is, Duitsland wordt een wereldmacht. Megatrend 1. Duitsland is natuurlijk economisch een supermacht. Nederland is economisch gezien een provincie van Duitsland. Maar wij missen 8 miljard per jaar aan export naar Duitsland, doordat wij geen Duits meer spreken. Dus het is eigenlijk heel raar dat je naast zo'n supermacht zit. En je spreekt geen Duits meer. Maar waarom spreken we geen Duits meer? Krijgen we onze kinderen jongeren leren het nauwelijks meer. De ouderen nog wel. Ik denk de mensen in de grensstreek, die zien nog veel Duitse televisie. En je ziet dat ook die lokale dialecten van Twente tot Limburg, die hebben toch veel Duitse woorden. Dus spreken jullie allemaal Duits? Ja, perfect wel. Ja? Perfect Duits? Ik denk dat in Nederland onderschat is dat er te weinig Duits gesproken wordt. Dat zou ik onderschatten wat het belang is van Duitsland. Van een goede talenkennis. Ik heb het net 2 weken geleerd bij de Nonnetjes in Vught. Dus zo goed als jij zal ik het zeker niet. Het is extreem belangrijk wel, om een ingang te krijgen. En later ook in het proces, heel veel grotere Duitse bedrijven hebben natuurlijk goed opgeleide jonge mensen die wel Engels kunnen. Maar hun moedertaal is gewoon Duits. En het ligt het is wel belangrijk om dat natuurlijk te kennen. Het is wel makkelijk. Als je een taal kent, weet je ook hoe mensen denken. Want zo bouwen ze het op met al die naamvallen. Dat is ook logisch, omdat ze ook zo denken. Ze denken ook in structuren. En als je een taal begrijpt, dan begrijp je ook hoe mensen denken. En dan kun je ook makkelijke zaken met ze doen. Absoluut. Dus die nemen we mee. Komen dadelijk ook nog eventjes terug op de cultuur. Ton, ik begin heel even bij jou. Sterk op de Duitse markt gericht. Je hebt iets prachtigs bij je, wat jullie maken. Kun je daar wat meer over vertellen, wat jullie precies doen? Want dit zegt mij, behalve dan dat het lijkt op een IKEA-onderdeel, niet heel veel. Nou, om te beginnen, wat doen wij? Wij zijn een groep bedrijven, een familiebedrijf, met de wortels stevig in de Twentse grond. En de linking pin tussen de bedrijven is het proces. Wij persen metaal warm en dat doen we met koper, met messing en met aluminium. En via aluminium en messing zitten we in de automobielindustrie. We doen ook heel veel andere dingen, ook in Duitsland trouwens.
Maar Duitsland is voor ons extreem belangrijk en binnen de Duitse markt de automobielsector. Ik denk dat wij vanuit onze vestiging, waar ik mede verantwoordelijk ben... Waar is dat? In Borne, in Twente, 35% van onze handel wegzetten in de Duitse automobielindustrie. Onder andere dit. Dit is een op het oog eenvoudig accuklemmetje. Maar dit is dit gaat op de minpool van een accu. En hebben we die in beeld, de accuklem? Ja, nu je hem ziet, herken je hem inderdaad. En tegenwoordig wordt de stroomvoorziening in een auto via intelligente elektronica gemanaged. Ja. En onze klant, dat is de hoogste trap in de bedrijfskolom voor de autobouwer, zeg maar. Dat noemen ze in tire stapjes. Tire 1 is onze klant, wij zijn tire 2. En die verbindt daar zijn elektronica aan. En dan wordt via dat onderdeel de stroomvoorziening in de auto gemanaged. Dus jullie zijn daarin ook een van de topsectoren uit Nederland die echt aanleveren aan de industrie? Ja. Familiebedrijf? Absoluut, ja. Vertel heel even. De eigenaren zijn twee families en die hebben zeg maar tot 1998 in Borne één vestiging gehad. En gaandeweg hebben we geacquireerd, met name in Duitsland. We hebben op dit moment twee productiebedrijven en een galvanisch bedrijf daar. En via die route helpt het ons ook om snel informatie te vinden. En on the whole doen wij denk ik 45% van onze groepsomzet in dat land. Dat is een behoorlijke aandeel. Ja. Als ik even ga naar jou, Jos. Greenco, hoeveel procent van jullie business, ja, we weten nu 10 miljoen van die prachtige tomaten. Maar hoeveel procent van jullie business is dat? Onze business is 50%, gaat naar Duitsland. Duitsland is natuurlijk al jaren een heel belangrijk afzetgebied voor de Nederlandse groente en de fruit. Daar komt het stuk afstand. We zijn met vers bezig. Afstand is een hele belangrijke schakel in Duitsland. Is voor jullie logistiek dus wel een van de argumenten om naar Duitsland te kunnen gaan? Een ander aspect is, de Duitse consument gebruikt ook gemiddeld veel meer tomaat als de Nederlandse consument. Waardoor ook het gebruik per hoofd van de bevolking veel hoger is dan in andere landen. Waar gebruiken ze het dan meer voor? Ik zou me kunnen voorstellen dat het niet alleen is om zeg maar tegen de zon te beschermen. Het wordt veel gebruikt in salades. Ja. Zeker als het wat mooier weer wordt, wordt er buiten gegeten. Er is gewoon veel meer behoefte aan gebruik van tomaten. Ja. Adjies, als je kijkt naar de markt in Duitsland. Je bent in Nederland een trendwatcher, we kennen je allemaal. Waarom Duitsland? Omdat daar 85 miljoen mensen wonen? Of van kijk, luister, in Nederland zijn er 40 trendwatchers op 16 miljoen mensen. In Duitsland zijn er 5 trendwatchers op 80 miljoen mensen. Dus een kans. Dus we zullen zeggen, er is markt. En als je dan inderdaad dat vergelijkt, dan zie je ook, er zijn ook heel veel bedrijven. Want waar leeft een trendwatcher van? Van zijn onderzoeken, zijn boeken en zijn lezingen. Nou, op wat je ziet in het lezingencircuit, als er maar 5 zijn, op een gegeven moment hebben ze die koppen allemaal weer gezien. Dus het sprekersbureau waar wij zaken mee doen in Baden-Württemberg zegt, er is markt voor een nieuw gezicht. En ze zeggen, er is ook niet één zwarte, dus dat vinden wij ook wel leuk. Want jij kunt politiek incorrecte dingen zeggen die de blanken of de Duitsers niet kunnen zeggen. Ja, jij kunt grappen maken over minderheden en andere dingen. En dat durven zij helemaal niet. Er zijn wel een paar die dat durven, maar zeker niet voor zo'n zaak. Heb je het al getest? Ja, want ik heb al een aantal lezingen in Duitsland gehouden. Ik heb een aantal klanten in Duitsland. En hoe gaat dat je af? Ik heb de eerste lezingen in het Engels gedaan. Want ik heb een aantal Duitse bedrijven als klant die dat op die manier doen. De eerste Duitse moeten nu nog gaan komen, want ik heb dat nu net geleerd. Ik zag een filmpje op YouTube waarin jij in vol Duits... Vol Duits, dat gaat wel. Maar er zijn een paar dingen die je merkt. Bijvoorbeeld een Duitse spreker begint eerst een hele cv op te lepelen. En je ziet ook het hele cv in beeld, want je moet credibility opbouwen. Het publiek wil weten, waarom moet ik deze man geloven? In Nederland denken ze, het cv staat wel in die congresmap, we geloven het wel, dus je begint gelijk met je verhaal. Dat zijn van die dingen, en je moet er een maar ga je daarin mee? Nee, ik zoek een middenweg. Ik zeg, dames en heren, in 2 of 3 zinnen, even jezelf voorstellen, of je laat het de dagvoorzitter doen, en dan ga je inderdaad mee, want mijn verhaal is toch weer meer, je moet mensen energie geven, en dan moet je niet beginnen met eerst een half uur slaapverwekkend cv gaan oplezen. Maar je moet een middenweg vinden, want je moet credibility hebben. En zonder credibility kom je er niet. Dat doe ik met mijn boek ook. Hè. Je komt met het boek, ja, Duitsland is een van de 3 grootste boekenmarkten ter wereld. Samen met Frankfurt en Messe, samen met Engeland en Amerika. Maar in Duitsland worden dus evenveel boeken gekocht als bijvoorbeeld in Amerika. Ze lezen heel veel en het moet allemaal goed zijn. Maar bijvoorbeeld
Dan zeg ik, ja, u bent dus over te schrijven. Nou, ik laat het boek wordt nu ingeleid door meneer Henkel, de Bernard Wintjes van Duitsland, om het maar zo te zeggen. Dan kies je ook weer een autoriteit. En dan, nou ja, goed, dat gaat dan uit. Ze zoeken eerst uit wie is die man. Maar goed, uiteindelijk ben ik dan, dat vind ik leuk. Dus ik vlieg volgende week naar Berlijn en dan ga ik hem interviewen en dan wordt het ingeleid door hem. En dan kom je binnen en als je dan door zo'n man wordt binnengebracht, hij is ook directeur van een groot familiebedrijf. Ze hebben veel van die familiebedrijven. Ja, dat ken je net al over gehad. Ja. En, en dan ben je plotseling, dan ben ik het choco-adoptiefje van meneer Hempel en dat scheelt. Als je het hebt over introducties, Jos, hebben jullie ook gebruik gemaakt van introducties? Want dat is natuurlijk wel een belangrijke tip. Ik heb eventjes een screenshot van jouw website. Even schakelen via mijn computer. Gezondheid, kinderen, jeugd, dat zijn eigenlijk thema's waarop jij inspeelt. Leven die in Duitsland nou net zo? Zijn dat nou belangrijke gezondheid? Dat zijn hele belangrijke aspecten. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt. In Nederland hebben we in 2005 zijn we begonnen met het woord snoeptemaatje. We hebben het tomaatje in het gezicht gegeven. Een emotie, een beleving. En je ziet ook kinderen echt die voorheen geen tomaatje lusten nu wel een tomaatje omdat ze de emotie en de beleving meekrijgen. Ja. Dat zie je nu in Duitsland zie je dat ook gaan gebeuren. Gezondheid, overgewicht, obesitas, dat zijn hele belangrijke items. En daarin kunnen wij een gigantische bijdrage leveren om daar gewoon een heel mooi product voor te produceren. En die ook wat heel belangrijk is, lekker is. Even leuk om nog eens even te kijken. Megatrends. Heb je ook een trend op het gebied van gezondheid of is dat iets wat je ziet in Duitsland bijvoorbeeld dat obesitas zo'n groot probleem is. Het is nog geen Miami, maar het komt wel in de buurt. Ja. Dat de pensioenfondsen zich nu gaan bemoeien met hoe jongeren, hoe werkende mensen eten en sporten. Dus die krijgen nu al cursussen gezond eten, diëten en wat dan ook, omdat ze anders hele dure bejaarden worden. Dus dat vind ik heel interessant, dat de werkgevers of het pensioenfonds zich gaat bemoeien met hoe jij eet, in jouw privéleven eigenlijk, hoe jij eet, hoe jij sport, hoe jij beweegt. En daar past inderdaad wat jij doet heel erg goed in. Tweede is natuurlijk de enorme bevolkingskrimp. Ze zijn nu met 80 miljoen mensen ongeveer en in 2050 zijn er nog maar 60 miljoen over. Dat is een kwart dood. Wat zeg je nou? Omdat ze geen baby's maken. Ze zijn in baarstaking. Hoeveel kinderen heeft een gemiddeld Duits gezin? Nou, echt weinig. Het is echt veel te weinig. Dit is echt een drama daar. En wat je dus ziet een krimpende bevolking daar. Ja, in het oosten van Duitsland staan al 3 miljoen huizen leeg. Te koop kun je van Habbekrats krijgen. Dus dat is echt een probleem. Die bevolkingskrimp is een groot probleem. Ze compenseren dat nu met immigratie uit Italië en al die landen waar veel jongeren werkloos zijn. Die trekken nu. Als je nu bij de Nonnetjes in Vught gaat, allemaal Italianen en zo die Duits aan het leren zijn om te kunnen werken in Duitsland. Dat is allemaal prima. Jonge Grieken, dus ze trekken heel veel ingenieurs en dergelijke aan. Okay. Uit, want ze hebben natuurlijk veel. Ja, het is een beta-land. Dus als je werkloze ingenieur bent in Zuid-Europa, dan kun je natuurlijk best in het noorden gaan werken. Dus ze trekken veel immigranten aan. Ze trekken nu bijvoorbeeld de christenen uit Syrië aan. Die krijgen daar straks geen fijn bestaan. Dus ze hebben er nu echt per duizenden komen er een aantal naartoe. Ik vind dat ze moeten er een hele luchtbrug van maken. Daar ben je, net wat de Israëli's in de jaren 80 hebben gedaan met Ethiopië. Nou ja, als je in één klap die 10 miljoen christenen uit het Midden-Oosten redt, dan ben je in één klap van je bevolkingskrimp af. Megatrends. Nee, maar er staan 3 miljoen huizen leeg. Ik bedoel, er is ruimte genoeg. In het oosten van Duitsland, joh, als je daar een baby in een kinderwagen, dat is een bezienswaardigheid. Zitten ze te kijken, echt al die tandeloze beestjes boven die wieg. Is ook tandeloos, maar dan. Business voor iedereen die in de kinderwagen zit. Broeden. Ja. Even de sprong naar het familiebedrijf. We hadden het er net al even over. In Duitsland heel belangrijk. Ja. In het zaken doen misschien ook wel. Ja, is het voor jou herkenbaar? Ja, absoluut. Ja. Wij zien echt dat met name de beleving van een familiebedrijf staat een beetje voor degelijkheid, de langere termijn, niet het volgende kwartaal, weet je wel. Investeren in resultaten ietsjes verderop en traditie ook wel een stuk en trots. En dat herkennen ze en dat helpt ons enorm, moet ik zeggen. Ja. Maak je er, en ik heb even een screenshot van de website van Bons en Evers. Maken jullie er nou in jullie marketing naar de Duitse markt toe? Dat is vaak met marketing. Maar maak je daar nou ook gebruik van? Positioneer je je ook echt als Nederlands familiebedrijf wat al een historie heeft? Etaleer je dat? Nou, dat kan ik niet heel nadrukkelijk zeggen. In de gesprekken wel, absoluut. Maar niet zozeer in onze reclameuitingen. We zijn bovendien vrij nuchter op dat punt. We hebben een website en voor de rest hebben we ook geen agent of zo die voor ons dingen doet. Mm. Wij zoeken gewoon de markt zelf op en gaan met mensen in gesprek. En in dat gesprek komt dat absoluut voorbij, ja. En wat je op de website ook zegt is dat jullie grote leverancier in Duitsland, alleen het is niet zichtbaar.
Nee, dus het is minder belangrijk misschien. Nou, met niet zichtbaar bedoel ik dat je in onze producten niet kunt herkennen dat dat van ons is. Er staat geen merk op of zo. Hè? Er staat geen logo op. In de verwarmingsketel van Bosch of van Neveert, weet ik veel waar, of noem maar op, zitten spullen van ons in. Dat kun je niet zien. Dus de marketing is veel minder belangrijk. Ja, ik bedoel, wij hoeven niet een supermooi product te hebben. Het moet heel effectief en functioneel en goed zijn, vooral. Even over die trends. In de business-to-business ja. Markt, dus ja, dan is dat ook logisch. Een andere markt. Als we het even over nog die trends. Hè. Twee dingen spreken eruit. Hiërarchisch en de formele cultuur. Ja. Nederlanders zijn wat jovialer, wat opener, wat directer. Ja. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Wat zou jouw tip zijn? Ik zou de kracht van de Hollanders gebruiken. En wij worden gezien, mijn buurman bevestigde het net al voor de tijd, als creatieve, snelle oplossers. En de Duitsers zijn wat langzamer en trager en starrer in op dat punt. Gebruik dat. Maar begrijp wel hoe je een Duitser moet aanpakken, tussen aanhalingstekens. Hè. Dus probeer Duits te zijn. Taal is een heel belangrijk issue. Maar begrijp ook de niet geschreven wetten. En daar bedoel ik mee, hoe werkt zo'n hiërarchie? Verdiep je daarin? En begin niet als een dolle in zo'n organisatie te halen. Is dat boeken lezen? Is dat luisteren naar trendwatchers? Hoe bereid je je daarop voor? Denk ik gewoon deel ook ervaring. In contact met de klant, spreek je de klant. Ja. En je weet gewoon een aantal factoren die heel belangrijk zijn. Zoals het nakomen van je afspraken. Ja. En daarin probeer gewoon Duits te praten. Mijn Duits is ook niet perfect, maar je probeert het. Je moet niet bang zijn, want de Duitsers verwachten ook niet dat je een perfect Duits verhaal vertelt. Ze vergeven het als je fout maakt. En dat waarderen ze in hoe je bent. En zeker dan nog een stukje authenticiteit vanuit het verleden is. Spreekt dat toch aan bij een Duitse... Nee, we hebben bijvoorbeeld... Man soll versuchen alles auf Deutsch zu machen. Dat is natuurlijk wat je dan gaat proberen. Ja. Laat zien dat je het probeert. Maar als je bijvoorbeeld vanuit Duitsland met een Duits IP-adres op mijn site komt, kom je automatisch op een Duitse pagina. Dat is ook een soort service aan hun. U hoeft niet te zoeken. U hoeft niet te zoeken naar waar staat het vlaggetje. Nee, u komt automatisch op de Duitse pagina. Dat zijn van die dingen. Je moet wel met ze meedenken. En wees eerlijk en consistent. Als je het over de automobielindustrie hebt, dan duurt zo'n traject van kennismaken tot en met offerte en uiteindelijk de opdracht kan heel lang duren. Dat kan wel anderhalf jaar duren. Wees consequent. Wij hebben in Nederland nog wel eens de mogelijkheid van dat gaatje, dat dicht ik wel. En over 3 maanden zijn ze dat vergeten. Forget it. Ze hebben een olifantengeheugen en je moet je hele route lang hetzelfde verhaal op dezelfde manier overeind houden. En zo niet, prikken ze doorheen en dan komt jouw integriteit en je betrouwbaarheid direct op de agenda. Je weet dat wil je niet. Dus je moet gewoon constant zijn. Ja, je weet gewoon, als je 52 weken en 51 weken van het jaar gewoon perfect product levert en in 1 week heb je een tekort door tekort aan productie. Dan wordt die ene week wordt iedere keer toch weer herhaald van joh, die wordt niet vergeten. En ook bij dingen als, inderdaad, wij zijn wat losser, maar bijvoorbeeld humor, daar moet je ook heel erg mee uitkijken. Duitse humor, ze hebben wel humor, maar dat is het sprookje dat ze geen humor hebben, maar het is wel heel anders. En je moet daar, het is heel subtiel en het is niet altijd onder werk, zo je kunt soms inderdaad, dus daar moet je ook rekening mee houden. Wij zijn toch wat moppiger volkje. Ik heb hier een vraag die binnenkomt, die niet zozeer met de cultuur te maken heeft, maar ik pak hem er toch even in. Een vraag van Erik Alberts. Is een GmbH, dus de Duitse vorm, de Duitse variant van de BV, key voor export? Dat moet je dat hebben om succesvol zaken te doen in Duitsland? Nee. Weet je, de markt in Duitsland, met name de grote bedrijven, die openen heel erg hun deuren. Hè, die globaliseren heel erg sterk. Zowel aan de inkoopkant, maar ook aan hun marktgebied. De locatie van een bedrijf is denk ik steeds minder belangrijk. Logistiek is in te richten. Je moet een pre hebben. Hè? Je moet gewoon een product hebben dat aanspreekt. En je moet de structuur in je organisatie daarop uitlijnen. En dan hoef je niet per se een GmbH in Duitsland voor te hebben, naar mijn idee. Delen jullie allemaal? Ja. Nou, voor mij is het wel belangrijk. Ze vinden het wel belangrijk dat ik door een Duits sprekersbureau geboekt word. Dat ze dus degene die de hele logistiek en wat dan ook uitlegt, dat een Duits sprekersbureau is. En niet een Nederlands of een Engels sprekersbureau. Dat maakt wel uit, dus daarom ben ik ook ingeschreven in het Duits sprekersbureau en die doet mijn marketing in Duitsland. Ja. Ik vind het wel leuk nog heel even te horen van, jij bent bij de nonnen in Vught geweest, hè? Ja. Hoe was dat? Nou, dat was aanpoten. Ze zijn heel strek. Van 8:00 tot 10:00 ben je er weer. Je mag inderdaad je telefoon niet aan, want je moet allemaal auf Deutsch. Duitse kranten, Duitse tv en je moet het echt... Maar ze hebben me in elk geval over mijn angst om het te spreken en om fouten te maken heen geholpen. Dat vond ik heel belangrijk. Want dat verstaan, op een gegeven moment gaat dat wel.
En dat lezen, dat kan ook wel, want ik lees natuurlijk ook heel veel researches, is natuurlijk in het Duits. Maar het is wel aanpoten. En 2 weken fulltime, dat is wel... En zeker als je geen enkele basis hebt. Ja. De meeste Nederlanders hebben het toch op de middelbare school... Ja. In Suriname kreeg je als vreemde talen... Nee, waarom zou je op de middelbare school kreeg je Spaans en Engels. Dus ja. Maar het was leuk, leuke ervaring. Ik vond het leuk. Ik heb grote lol met die nonnen. Die hebben mijn boek ook vertaald in het Duits. Dat is uit het Nederlands in het Duits vertaald. En dat hebben ze fantastisch gedaan. Nou, dat is goed om te horen. Dus dat is een tip. Want we zien dat er steeds meer ondernemers ook daarheen trekken. Voorheen stond dat erg bekend als iets voor grote bedrijven. Maar je ziet dat het ze... Het is steeds meer MKB. Want ja, je ziet dus dat die grote bedrijven bezuinigen op hun cursusbudgetten. Ja. En die MKB'ers, dat zijn ook echt de ondernemers. Dat moet geëxporteerd worden. En als het helpt voor de export om Duits te leren, huppakee, dan stuur je. En zo duur is het niet. Per uur ben je 40 euro kwijt. Volgens mij kost de werkster hetzelfde bedrag. Dus het valt wel mee. En het rendement is heel hoog, hè, zeggen jullie alle drie. Ja. En ik hoorde net even jou iets zeggen over die website. Jullie hebben allemaal een website, allemaal in ieder geval ook een knopje Duitsland erop. Is een Duitse website een bewezen voordeel of volstaat Duits op een algemene website? Ik denk dat bij ons, wat de consument of de klant wil weten, dat staat erop, dat is vertaald. Een keuze dat je kan maken, dat je de basis van onze site in Duits kan lezen. Ja. Maar de dagelijkse berichten die staan in Nederlands. En op dit moment is dat nog niet van ons van belang dat we dat moeten veranderen. Nee. Ja, wij konden geen Duitse site beginnen, omdat Bakkas in Duitsland een keukenmerk is. Dus die had het al geclaimd. Dus we hebben gewoon de Nederlandse. Maar als je vanuit het Duitse IP-adres aanklikt, dan krijg je met een Duits. Want, ja. Maar bij ons is het zo dat onze Duitse bedrijven, we hebben er 3. Die hebben allemaal een eigen site en wij hebben wel een link onderling. Dus mochten ze via onze Duitse zusterbedrijven iets zoeken, dan kunnen ze ook bij ons komen. Maar normaal gesproken hebben wij gewoon een goede vertaling. Die moet echt goed zijn, hè, vind ik dan. Dus ook weer naar... Ja, er moet gewoon een goede vertaling op je eigen website staan. Even een grote brug die we gaan slaan met z'n allen. Naar de kansen voor het Nederlandse MKB en vooral het verschil in regio's. Want we denken uit Duitsland allemaal te kennen. Maar ik ben toch eventjes op Google gaan kijken naar... Google Maps, dat kennen jullie wel. Van Duitsland is natuurlijk een enorm groot land. Enorm, ja. En als je kijkt naar, dit is een uurtje of 6 rijden naar Berlijn. Je zei het is een uurtje vliegen naar Frankfurt. Er gaan treinen, er gaan vrachtwagens. Waar zijn nou de regio's in Duitsland waar je als Nederlandse ondernemer moet zijn? Dus, automobielindustrie, zeg jij? Nou, dat maak ik wel iets groter, dat kringetje. Maar als je het hebt over de maakindustrie waar wij in zitten, ja, dan heb je het over de regio onder Frankfurt. In dat gebied onder Frankfurt. Ja. Is Baden-Württemberg voor ons bij uitstek het grootste afzetgebied. Ja? Ja. Richt jij op bepaalde regio's? Nou, ik zit veel in Hamburg, omdat daar een van mijn klanten zit. Frankfurt is op zich ook belangrijk. Maar voor de lezingencircuit maakt het niet uit. Je hebt natuurlijk, ik heb het sprekersbureau waarmee we werken, heeft 5 vestigingen in Duitsland. En die boeken gewoon congressen in het hele land. Dus het maakt niet veel uit. Hoe is dat voor jou, Jos? Nou, wij zitten natuurlijk met die afstand, vers product. In Noord en Midden zijn we gewoon sterk vertegenwoordigd. En wij zien juist nog kansen in het zuiden. En daar zie je in eerste instantie een stuk afstand wat tegenwerkt. Aan de andere kant ook wel meer concurrentiedruk vanuit Italië, Spanje, Frankrijk. Zeker in die zuidwestenkant van Duitsland, daar zie je veel concurrentie vanuit Frankrijk. Dus ja, voor ons is Noord-Midden is goed vertegenwoordigd, alleen in het zuiden hebben we nog wat te doen. Ja. Even de poll. Nederland kent een topsectorenbeleid. In welke sector ben je actief of wil je actief worden in Duitsland? Dan hebben we 5 keuzes. In de agro-foodsector, net zoals jullie. In de maakindustrie. In de life sciences. De creatieve industrie. En dan mag ik dan jouw onderneming wel toerekenen. Of anders. Nou, die laatste is minst interessant. Maar ik ben vooral benieuwd even naar die eerste 3 sectoren. Tom, de automotive is erg groot. Vooral in die zuidelijke deelstaten bespraken we net. Ja. Kom je daar nou veel Nederlandse bedrijven tegen? Nee, niet veel. Nee. Even, wat is veel en wat is niet veel? Dat is natuurlijk heel arbitrair. Ik kan alleen voor mijn eigen ervaring spreken. Ik denk dat ik het tot dusver echt mensen die op onze trap van de bedrijfsgrond toeleveren, heb ik er 1 gezien. Ja. Dat is heel weinig. En dat was een veel kleinere. Ja. Dus ik denk dat er echt kansen liggen. En hoe doe je dat dan? In mijn optiek dan, hè? Ik zou heel erg kijken van, kun je, dat staat ook ergens in de teksten wel, kun je een soort one-stop shopping model aanbieden? Ontzorg die klant. Hè? In ons geval lukt dat binnen de groep. Wij kunnen een afzetkanaal aanbieden en binnen onze eigen organisatie alle producten bij elkaar zetten en uitleveren als we dat willen. Dat vinden ze heel erg prettig.
Wat ook helpt is, de automobielindustrie is op zoek naar modules. De traditionele maakindustrie doet dat niet. Die maakt halffabrikaatjes. Wij zijn hier ook al een stap verder gegaan in het bedrijf om door dingen toe te voegen aan het product. En wat doe je dan met een module? Is dat een schroef en een bouwtermijn? Ja, dat noemen de Duitsers een einbouwfertiges product. Ja? Dat kunnen ze aan de montageband direct verwerken. En in dit geval betekende dat voor ons dat wij een aantal stappen moesten toevoegen. Een schroefje en een moertje erop draaien, een ding erin spuiten. En de kwaliteit daarvan bewaken. Nou, en dan kan dit verbouwd worden. Zonder die toevoeging, dus extra procesdiepte, voorwaartse procesintegratie, waren wij geen partner geweest. Dus let daarop, hè? Bied een compleet product aan. Is dat hetzelfde als een tomaat in een doosje met een Duitse verpakking? Gaan jullie zover? Ja, wij proberen die consument zeg maar centraal te zetten van wat is nou de behoefte van die consument. En dan kom je op gezondheid, op gemak, lekker, kwalitatief, jaar rond beschikbaar. En dat zijn wel elementen die bij ons heel belangrijk zijn. En dan ga je gewoon kijken, wat kan je meer bieden als alleen dat lekkere tomaatje. En dan ga je kijken naar een doosje wat je voor kinderen of voor de volwassenen handig om mee te nemen naar het werk of naar school. School? 75 gram tomaatjes en je komt aan je borstje vitamine. Je maakt het handig, het is ready to eat. En dat zijn wel aspecten die werken in ieder land. En dat is niet alleen in Duitsland. Maar het zijn wel aspecten die je naar je klanten... Hoe zit het dan met duurzaamheid? Want dat is dan plastic of is het duurzaam plastic? Het is allemaal duurzaam plastic. Dit doosje ook, dat kan bij wijze van jaren mee. Het kan de vaatwasser in. Dus we hebben ook weer gekozen voor duurzaam materiaal. Er wordt bij ons natuurlijk ook vaak geklaagd over veel verpakkingsmateriaal. Maar het product moet toch beschermend bij de consument. Het moet vers blijven. Dit is allemaal te recyclen. Ja, dit is allemaal te recyclen. En dit is gewoon jaren kan je daar plezier van hebben. Ja. Dus op zo'n manier is het wel heel belangrijk voor ons om daar op in te spelen. Omdat duurzaamheid ook vooral in Duitsland heel belangrijk is. En nog steeds verder meer. Ja, ze zijn erg op. Groen, duurzaam. Ja. Het is bijna een nieuwe kerk geworden. We pakken zo de trends op met jou. Even de uitslag van de poll. 57% van de kijkers die doet iets anders dan deze grote industrie. Dat kan zijn handel. 20% creatief. Ik stopte jou in een hokje. Dat mag ik natuurlijk helemaal niet doen. Ik vind het allemaal goed, joh. Je bent spreker, je bent trendwatcher. Je baseert je op onderzoeken die je in Duitsland die je tot je neemt. Hoe bereid je zo'n stap naar de Duitse markt voor? Eerst, je moet echt heel erg gaan verdiepen in die bedrijven. Maar vergis je niet, ik werk natuurlijk al voor verschillende Duitse bedrijven in Nederland. Ik hou al lezingen voor Siemens en BMW in Nederland. Okay. Dus vanuit die Nederlandse dochters kom je dan bij de Duitse moeders terecht. Dat is vaak een eerste entree. En het tweede is, je moet natuurlijk onderzoeken koppelen. Maar een aantal dingen die wereldwijd spelen, zoals bijvoorbeeld 3D-printers, die spelen in Duitsland natuurlijk ook. Dus die hoef je alleen maar te vertalen en te verbouwen. Maar je moet gewoon wel komen met een soort totaalvisie op inderdaad hoe Duitsland de volgende stap moet gaan maken. En dat is best ingewikkeld. Dus je bent een paar jaar mee bezig met een research team, met mensen, met Duitsers ook zelf. Want ik heb gewoon in mijn team dan ook Duitsers die dan ook meedenken. Die zeggen van daar moet je op letten. Sommigen zitten bij mijn klanten, bijvoorbeeld bij Randstad zit een Duitse jongen. Maar we hebben daar een paar van jouw trends gehoord. Hè? Dus Duitsland is een wereldeconomie. Kun je er nog eens even twee doen die aansluiten op zeg maar deze markt? Is het nou een topsectorenmarkt of waar gaat het heen in Duitsland? Nou, in Duitsland heeft vooral een hele grote middenstand. Die middelstand is echt enorm. Dat kom jij natuurlijk ook tegen. Absoluut, ja. Dat zijn bedrijven die noemen ze MKB, maar dat zijn miljardenbedrijven. Ja. Dat vergeten we heel vaak. Je hoeft niet per se met multinationals daar binnen te komen of wat dan ook. Met die kleintjes, jongens, daar kun je al een hele hoop moois doen. Ik heb één meneer. Friedrich Wilhelm Hempel, die heeft een heleboel metaalbedrijven in Duitsland. Kent bijna niemand, maar het is wel een van de rijkste Duitsers. Ik treed voor zijn bedrijven op. En ik kan heel goed met die man. Wij kunnen elkaar ook goed plagen. Dat is ook wel leuk. Dus dat werkt wel. Maar dat is een bedrijf. Dat is een tweede. Dus de MKB is een kans, zeg je? MKB is een hele grote kans. Veel groter dan heel veel mensen denken. Verder denk ik toch creativiteit. Duitsland heeft heel veel... een soort creativiteitsimpuls nodig om die volgende stap te gaan maken naar de volgende fase van de ontwikkeling. Berlijn is veel creativiteit, geloof ik. Ja, maar er wonen veel kunstenaars, maar het meeste wordt verkocht in Hamburg en in München, hoor. Dus uiteindelijk valt dat ook wel mee. Maar dat is toch een unique selling point van Nederlanders. Wij kunnen wat flexibeler en wat creatiever met allerlei dingen omgaan. Zij zijn degelijk en wat. En dat is best een leuke match. En dan heb je volgens mij goede kans. Want ik kan bijvoorbeeld, kijk, als ik spreek in zo'n zaal, dat is een soort kerkdienst, die mensen moeten helemaal hups worden. moeten zin krijgen in de toekomst en niet gewoon allemaal met,
met zure gezichten naar buiten gaan. Dus dat is een manier van werken. Maar in Nederland doe ik dat toch anders dan in Duitsland. Ik heb er wel ook grappen tussen. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een cartoon die ik van de... Nou, ik heb een cartoon die ik heb gekregen van een vriendje bij de Bundesbank. En dan zie je mevrouw Merkel die de ogen ten hemel slaat als een soort vertwijfelde moeder. In haar armen heeft ze een baby die melk drinkt. En dat is de Franse president Hollande. Mm. En dat vinden die Duitsers, die is echt op de knieën van het lachen. Op de dijen slaan van het lachen als die foto in beeld komt. Dan denk je van, ze hebben geen humor. Ze vinden het hartstikke leuk. Ja, maar appelleert aan hun trots, hè? Ja, precies. Je ziet een ander soort humor, onder. Denk ik ook. Ja. Ja. Nee, maar goed, mensen zeggen van, je kunt geen grappen maken bij Duitsers onder werk. Dat kan wel. Het is alleen aftasten, doen enzovoort. Ik krijg ondertussen allemaal vragen binnen. Dus het is, Jos, ik heb voor jou nog een laatste vraag. En dan gaan we even over, gezien de tijd, ook naar onze speciale gast uit Delft. Het altijd mooie Delft, waar hij voor een prachtige afbeelding zit. Dat zien jullie niet, maar dat is zo. Kansen voor de agrofoodsector? Groot. Groot. Ja. Waarom? Voeding. En dan kom ik weer op gezondheid. Ik denk dat wij juist in een wereld waar gezond gegeten moet gaan worden of moet worden. Overgewicht, het is in ieder land van Japan, Amerika tot en met India, Brazilië. Overal ga je overgewicht tegenkomen. En daarin hebben wij nog heel veel kansen. En er zijn ontwikkelingen waarin wij tomaatjes kunnen produceren. Waar je een voordeel hebt op het gebied van het vet, afbreken van vet bijvoorbeeld. En daar zijn mogelijkheden en er gaan in de toekomst gaan er nog een aantal dingen ontwikkelen. Neem jij nou ook bedrijven in je kielzorg mee? Tuurlijk. Ja, we hebben collega's die ook in die mainstream meegaan. En het is natuurlijk heel makkelijk om producten te kopiëren, verpakkingen te kopiëren. Maar dat is allemaal alleen maar goed, want je versterkt daar het gebruik van het product. En dat is alleen maar goed. En als je dan zorgt dat je zelf doorontwikkelt, ook op het productniveau, dan denk ik dat we nog in de toekomst nog heel veel kansen hebben. Zeker in een land als Duitsland met een redelijk stabiele economie. Ja. Ik maak even een sprongetje naar prijzen. Kan de regie even meeschakelen naar mijn beeldscherm? Want dan hebben we Philip Hess in beeld. En die zien we als het goed is nu. Ja, die zie ik. Dag Philip. Ben jij weer te horen? Philip? Ja, ik ben erbij. Hoi. Ik ben erbij. Ja, kijk, check. Philip, welkom. We zien een prachtige Delftse achtergrond achter jouw scherm. Welkom vanuit Delft, vanuit het kantoor van Sense Umbrellas. Philip, jij bent een geïnspireerd ondernemer, dat is één. Sinds 2006 met Sense Umbrellas vanuit een studentenbedrijf enorm gegroeid naar een wereldomvattend stormparaplu bedrijf. En jij hebt een prijs gewonnen. Daar heb je al heel veel prijzen gewonnen, want jullie zijn bedolven onder prijzen. Maar je hebt nu meegedaan met de MKB Export Award via www.verovernieuwemarkten. Waarom heb je met die wedstrijd meegedaan? Voor ons staat Duitsland nu echt op de kaart en we werken heel erg doelgericht. Dus dit kwartaal staat Duitsland op de kaart en we vonden dat we daaraan mee moesten doen. En bovendien was het goed voor wat exposure. Anderzijds kon je ook natuurlijk mooie prijzen winnen met gratis transport. En nou, dat kunnen we allemaal gebruiken natuurlijk. Top. Kijk, Duitsland staat bij jou op de kaart, zeg jij. Je hebt in het verleden al met Duitsland geëxperimenteerd. Daar hadden jullie handelsagenten. Dat doe je nu anders, toch? Ja, we hadden eerst een distributeur. Dat is ook een voorraadhoudende functie. En die had zijn netwerk naar de verschillende winkels, met name in retail, waar hij actief wilde zijn. En daar zijn we mee gestopt, omdat we op een gegeven moment tegen de grenzen van dat distributiemodel aanliepen. Want een distributeur heeft vaak meerdere merken. Het maakt hem eigenlijk niet zoveel uit waar hij zijn geld mee verdient. En uiteindelijk vonden wij heel brutaal dat wij het zelf veel beter konden. Dus toen zijn we dat maar gaan doen. Want jij hebt die GmbH in Duitsland volgens mij opgezet. Daar zit ook nu personeel. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, was dat inderdaad. Een bureaucratische oefening of ging het snel? Nee, dat ging echt super snel in Duitsland. Want we hebben dan we hebben geen fysiek kantoor, maar we hebben eigenlijk een soort van postbus. En het duurde 2 uur en toen hadden we de GmbH opgericht, hadden we de bankrekening, hadden we alles geregeld met de bank. En ook met alle advocaten en alle juridische dingen. Dus dat was echt tak, tak, tak. Echt heerlijk om met Duitsers samen te werken. Helemaal zo. Hoe heb je dat gedaan? Want dat klinkt als iets fantastisch. Ja, gewoon via een juridisch kantoor in Duitsland. Die heeft het allemaal voor ons opgezet. En de ene afspraak was nog niet afgelopen en toen stond de andere alweer klaar. En dat was zo gebeurd eigenlijk. Philip, een van de belangrijke dingen als je in een land actief wordt is uiteindelijk het vinden van een goede zakenpartner. Ja. Hebben jullie zakenpartners in Duitsland?
We zijn dat nu allemaal aan het opzetten. We hebben in die GmbH nu 2 mensen in dienst genomen. Eigenlijk 2 account managers in de 2 segmenten waar wij actief zijn. Enerzijds in het retail stuk, anderzijds in het relatieschenkensegment. En die zijn nu ons netwerk daar aan het uitbreiden. Er zijn ook mensen met beide ongeveer 20 jaar ervaring in die branche. Dus die brengen al een heel netwerk met zich mee. En daar kunnen wij dan op hefbomen en snel schakelen. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Mocht je nog meer zakenpartners willen gaan vinden, win jij vandaag de zakenpartnerscan van Agentschap NL. Als, nice! Als tweede tussenwinnaar van de Verover Nieuwe Markten wedstrijd. Leuk. Dus bij deze namens Agentschap NL gefeliciteerd. Dankjewel. En mijn collega Patty zal die prijs bij jou doen toekomen. Filip, wij gaan hier het bruggetje maken naar handelspartners. Als je kijkt naar jou, ik ga je nog even 1 vraag stellen voordat jij daar weer verder gaat. Bij het vinden van een goede handelspartner, want je hebt nu die prijs gewonnen, waar let jij op? Benader jij zelf partijen? Werk jij samen met bedrijven die in Duitsland al actief zijn? Of schakel jij instanties in of ga je mee op een handelsmissie? Eigenlijk doen we dat zelf. En wij zijn heel kritisch geweest met de mensen die wij in dienst namen, die de Duitse markt voor ons gingen veroveren. En die brengen al een relevant netwerk met zich mee. Dus die kennen de markt al heel goed en die hebben ook al de contacten met de juiste partijen in de markt. Dus eigenlijk halen we dat op die manier binnen ons bedrijf. En dat werkt eigenlijk heel goed. Nou, dat is de tip van Filip van Sens. Succes met de verdere aanpak van Duitsland dit kwartaal. Dankjewel voor jouw bijdrage en wij gaan hier in Utrecht verder. Dankjewel. Oké. Hoi hoi. Contacten leggen in Duitsland, daar gaat het over. Herkennen jullie het verhaal van Filip? Gaat het snel in Duitsland, het opzetten van een bedrijf? Ik heb geen bedrijf in Duitsland opgezet. We hebben alleen maar bedrijven overgenomen. We hebben geen... Dat kost vaak iets meer tijd. Ja. Ja. We gaan even die poll in beeld brengen, voor zover het niet al in beeld is. Hoe kom je aan Duitse handelspartner? Benader je zelf interessante partijen? Werk je samen met een bedrijf dat al in Duitsland actief is? Schakel je instanties in of ga je mee op handelsmissie? Terwijl iedereen die poll aan het invullen is, de vragen stromen binnen. Een vraag van Jorg Zwaans. Jos, en die stel ik even aan jou, maar feel free om te reageren. Koopt een Duitse klant op prijs of kwaliteit? Ik denk als je een goede kwaliteit hebt, is er dan een goede prijs voor te betalen. En natuurlijk zijn, zoals iedere consument, verleid om ook af en toe goedkopere producten te kopen. Maar ik denk als je een goed product hebt, wordt dat ook op waarde gewaardeerd met een goede prijs. Ik denk dat dat belangrijk is, maar dan moet je ook jaar rond moet je dat iedere dag kunnen... Heb je geen last van zo'n prijsstap? Daar heb je de Lidl's, de Aldi's komen. Tuurlijk hebben we daarmee te maken, maar wij proberen dan zelf te zoeken naar juist de klanten die wel die extra toegevoegde waarde willen hebben. En bedrijven als EDK, een van de grootste, die verkopen onze tomaatjes. En ik denk zeker dat daar een consument loopt die weet de waarde ook op waarde te waarderen en die heeft daar een prijs voor over. En die gaat niet voor de laagste prijs automatisch? Natuurlijk zijn die ook verleid om bij de Aldi's en de Lidl's boodschappen te doen, maar ik denk als het product gewoon goed is, maar zeker lekker is, en dat is bij de Lidl niet altijd, of bij de Aldi, daar liggen gewoon andere producten en ik denk als je daar altijd je focus op legt dat kwaliteit en smaak goed is, dan wordt die prijs uiteindelijk wel betaald. Natuurlijk hebben we last van de discounters. Ja. Ja. Kwaliteit kan ik in zoverre iets van zeggen. Ik kan bijna zeggen, everybody takes it for granted. Hè. Dat was heel lang een USP. Ja. Maar in de automobielindustrie hoef je helemaal niet te komen als je niet een goede kwaliteitsbeheersing in je eigen bedrijf hebt. Dat willen ze sowieso. Daarin zit natuurlijk nog wel een bandbreedte. Qua bedrijven, de een is beter dan de ander. Qua prijs kan ik er dit van zeggen. Houd er als Nederlands bedrijf rekening mee dat in de automobielindustrie er altijd de ratio's worden gevraagd. Dat zijn rationaliseringsvoordelen die over een looptijd X toegekend moeten worden. Dat is een onderhandelingsissue, maar gaat er niet gelijk... Die snap ik nog eventjes niet. Ze willen, als een product aanloopt in zijn gedurende de cyclus, verwachten ze dat jij als producent efficiënter gaat worden. Ja, ja. En dat willen ze gewoon uitbetaald hebben. En dat kun je fijn vinden of niet, maar dat is nou eenmaal inherent aan die wereld. En hou daar rekening mee in je model. Hè? Dus ga ervan uit dat je ergens een soort luchtbelletje nog hebt zitten. Ja, dat mag ik niet hardop zeggen, maar dat is wel zo. Dat je nog iets kan weggeven uiteindelijk. Want als je met de beste prijs invliegt en je denkt, nou ik krijg de deal, dan komt straks de baas. En die zegt, ja wacht even, 2015, 2016, 2017, min X. En dan sta je dan. En hoe is dat met het vertellen van verhalen? Nou ja, kijk, die sprekersbureaus bepalen de tarieven. En dus die zeggen hoeveel dat moet zijn. En ze hebben mij ingedeeld in het hoogste segment, dus dat is €10.000 per lezing. En dat hebben zij ingedeeld en dat vragen zij. En dat krijgen ze ook.
dat is lekker. Dan kun je nog eens wel naar Frankfurt vliegen. Dat kan de mensen toch even met... Hoe is het met je bezoek van je website, zeg ik dan? Nou ja, dat gaat in segmenten. Hè. Je hebt natuurlijk sprekers vanaf de fles wijn tot de hogere categorie. Maar zij bepalen in welke categorie ze jou wegzetten. Dus dan hebben ze ook, die site is ook ingedeeld in aparte koopsegmenten. En daar sta je dan tussen. En dan krijg je ook de mensen die dat bereid zijn te betalen. Goed om te horen. Als je kijkt naar de handelsmissie. Jij bent mee geweest, hè? Ja. 50% van de mensen in de poll die doet het zelf. 36% zoekt hulp via bijvoorbeeld de ambassades en de missie. Hoe is dat gegaan? Hoe was die missie? Die missie was natuurlijk heel bijzonder om mee te maken. Wij waren met een agro-groep van een man of 17 tot 20. Zijn we met de bus vertrokken. Gewoon, we zijn in Venlo vertrokken en we zijn al samen ons gaan opwarmen, kennis maken, netwerken ontstond al in de bus. En je merkte gewoon in de loop van de missie ontstond daar een chemie binnen die club. En zeker met de komst van het Koninklijk Paar werd die energie nog wat hoger. En je merkte gewoon dat er goed genetwerkt werd. En voor mij zelf heel bijzonder was, juist ook gaan zoeken binnen de andere sectoren, life science, gezondheid. En daar zijn wij, verbindingen met universiteiten? Verbindingen. We zijn ook op bezoek geweest in Hohenheim bij de universiteiten. Ja. We hebben ook weer gesproken met de directeur van de WUR, de Wageningen Universiteit. En daarin zie je gewoon in dat netwerk dat het voor mij heel belangrijk was om daar alvast je contacten te leggen. En waar ik bijvoorbeeld vanmorgen in de auto contact had met iemand die is ontstaan vanuit de missie. En zakelijk gezien naar de klant toe, niet direct. We hebben tijdens het diner waar het Koninklijke Paar bij aanwezig was, was onze belangrijkste man van EDK ook aanwezig. En je zag die man gewoon genieten. Die zijn jaloers op wat wij in Nederland hebben met zo'n Koninklijke Paar. Ja, dat Koningshuis. En dan merk je gewoon dat dat gewoon heel belangrijk is, dat je die mensen daarin meeneemt. Als je kijkt naar de resultaten van zo'n missie, meer dan 100 ondernemers gingen mee. Naar twee deelstaten, Lilian Ploumen als minister van Buitenlandse Zaken, schreef ook het voorwoord in onze Business Guide Duitsland. Maar wat betekent dat nu? Je geeft aan, Duitsers vinden het heel belangrijk, ons Koninklijk Paar. Maar wat neem je nou terug? Contacten? Leads? Of is het echt relaties en nieuwe ervaringen? Het is relaties, het is contacten en het is iets voor lang termijn. Het is niet zo dat je daarin gaat en je kan morgen business doen. Voor ons was het ook belangrijk dat we in een gebied kwamen waar we nog wat slecht vertegenwoordigd zijn met ons product. Het zuidelijke zuidwesten van Duitsland. We hebben heel goed gekeken. We zijn wat winkels gaan bezoeken ook. We hebben heel goed gekeken waar voldoet ons product aan. En waar moet ons product voor dat gebied aan voldoen. En daarin dat zit blijft een stuk logistiek zit daar weer aan vast. Wat dan weer een belangrijk aspect is. Vind ik zo leuk dat je dat noemt. Het bezoeken van die winkels. We hadden hier een jaar geleden Chris Hoebold. Die ook bij onder andere EDK had gezeten. Die zei ook, ja, het allerbeste wat je kan doen is gewoon naar zo'n land toe gaan. En bij winkels binnenlopen en met mensen praten. Ik bedoel, laten we het niet moeilijker maken dan ik ben ook echt de boekhandels binnengewandeld. Om te kijken hoe zien Duitse boeken eruit. Hoe werkt dat? Absoluut. Wij bezoeken iedere week winkels. En dat is voornamelijk wel in Nederland. Maar wij touren. We hebben retail tours waar we echt gewoon ook in Duitsland een tour maken. Iedere maand. Om de belangrijke filialen en formules te bekijken. Van wat gebeurt daar en wat is daar voor behoefte? Wat zie je daar in het schap gebeuren? Bijvoorbeeld het voorbeeld van Aldi. Het is een discount. En Aldi heeft ons product ook liggen voor een goede prijs. En heeft een goedkopere prijs liggen van een tomaatje in een ander land. Dat kan ook bij een discount. Maar dat moet je wel zien en dan moet je op inspelen met je producten, met je verpakking. Zorgen dat je daar ligt. Ja. Ben jij ooit mee geweest op een missie, Tom? Nee. Wij zoeken zelf onze klanten hoofdzakelijk op. Wat ik er wel op mis eigenlijk is het fenomeen beurs. Dat klinkt wat overbollig, maar er zijn uitstekende vakbeurzen in Duitsland. Waar je, dat kost wel een beetje, maar daar heb je echt een hele... Maar bedoel je, om daar zelf te staan? Ja, om zelf te staan. Dan kun je, onze ervaring is dat je daar hele vruchtbare, goede contacten kunt vinden. En dat is even een voorbeeld dat ik wil aanhalen. Geldt even niet voor de automobielindustrie. Maar voor de sanitaire industrie heb je een van de werelds belangrijkste beurzen in Frankfurt. Om de 2 jaar. Wij staan daar nu. Dat is goud, zeg maar. Dus naast missies en bezoeken. Ik onderschrijf, wij staan iedere februari, ieder jaar in Berlijn op de Fruit Logistica. Ja. Dat is de beurs in Europa en denk ik wel wereldwijd. Ja. Daar mag je niet ontbreken. En daar kom ik nu al 17 jaar. En daar wordt wel de business en het contact gelegd. Ja, dat ga je niet op een missie vinden. Nee, dat niet. Nee. Klopt. En zo, de missie is voor contacten. Beurzen, heel belangrijk. Ja. Kun je hem even meenemen? Want zo'n beurs, dat is natuurlijk, je zegt het al, een behoorlijke investering. Je kan ook natuurlijk eens een keer beginnen met zo'n beurs bezoeken. Dat zou ik sowieso doen. Ja. Om überhaupt te begrijpen, waar heb je hier het over? Hè? Wat voor soort beurs is het? Is het iets voor mij? En hoe groot moet ik beginnen? Dat hebben wij ook gedaan.
Maar op een gegeven moment hebben we de beslissing genomen. Het voordeel was dat de economie op dat moment heel slecht was. En toen kregen we daar een plekje. Anders kom je niet tussen. Vierkante meter prijs omlaag. Ja, ja. Exact. En sindsdien zijn we daar gebleven. Maar je merkt gewoon dat het fenomeen beurs aan het veranderen is. Hè. Vroeger had je hele collectieve beurzen met eigenlijk geen profiel. Hannover is een voorbeeld, vind ik zelf. En in Frankfurt heb je echt een specifieke beurs voor een bepaalde doelgroep. En die is echt voor ons heel lucratief, kan ik zeggen. Maar kijk ook buiten je eigen sector. Ik bezoek nu al een paar jaar de snoepbeurs in Keulen. Ja. En dat is echt een wereldbeurs. Nou, daar vind je gewoon weer nieuwe creatieve ideeën, ook op het gebied van verpakkingen. Okay. Dus blijf niet hangen in je eigen product, maar zoek het juist ook buiten je gebied waar je in zit. Ja. Ajit, heb jij tips? Als je het hebt, we hebben nu 3 megatrends gehad. Als je kijkt naar productinnovatie, als je kijkt naar deelstaten, kom nog eens met een megatrend. Nou ja, megatrend. Je moet gewoon vooral belangstelling hebben. Je moet gewoon echt belangstelling hebben voor die mensen. Echt interesse hebben in die mensen. Want ze voelen als dat niet echt is, als dat niet authentiek is. En verder moet je gewoon realiseren wat toch hun eigen kuren zijn. Hè? Bijvoorbeeld, de oorlog is nog steeds, ook voor jongeren, is nog steeds een moeilijk onderwerp. Wat mij ook zeer verbaast. Ik denk, 60, 70 jaar geleden, jongens, laat het nou eens een keer achter je. Maar dat ligt nog steeds heel diep. Bijvoorbeeld, en dat is nationalisme. Hè? Toen wij kwamen met de cover in de kleuren van de Duitse vlag. Tot 5 jaar geleden durfden ze nauwelijks te vlaggen. Dat is met het voetbal pas begonnen. Toen een paar jaar geleden. Dus je moet er heel erg rekening mee houden. Zoals wij dat dan doen, hè, met dat oranje gehos en rood willen. Dat is daar toch allemaal veel voorzichtiger. En ze zien dan ook, als je ze aanspreekt in hun taal. Hun eigen taal. Eigenlijk een beetje als een compliment van dat je bereid bent over die barrière heen te stappen. Toch voelen ze dan ook wel de trots. Hè? We hebben afgelopen voetbal EK hebben wij diksels gemaakt met de Duitse vlag. In het begin was dat heel, ja, snapten ze dat niet. En uiteindelijk gaat dat lopen. En dat wordt toch, voel je die trots. In Nederland oranje deksel erop en je verkoopt er genoeg. Ja. In Duitsland zag je dat langzaam opgaan. En op een gegeven moment werd het elftal scoorde wat beter in het toernooi. En toen zag je de verkoopcijfers oplopen. Ja. Maar dat ligt heel moeilijk, nationalisme. Ja. En, We krijgen zoveel vragen binnen dat ik het leuk vind om met jullie even wat vragen te pakken. 1 vraag en die gaat over van A. van der Weert. Hoe groot is het internetgebruik in de verschillende delen van Duitsland? Bijvoorbeeld voor productaankoop, anderzijds voor het gebruik voor leren en onderwijs. Dus dat laatste is wat lastiger, maar maken jullie gebruik van internet? Jij sowieso? Ja, ze lopen achter. Nederland is een van de 5 voorlopers in de wereld op internet. En Nederland staat zelfs hoger qua internetgebruik dan Amerika, Engeland en Duitsland. Onze breedbanddichtheid is enorm, hè? Ja, maar blijkbaar vinden wij het gewoon leuk. Op een gegeven moment slaat het hier aan en in Duitsland is dat echt minder. Ik hoor nu bijvoorbeeld van de bloemenveiling in... hoe heet dat? Dat hele bloemengedoe in Lisse, geloof ik. Flora Holland. Flora, die bolle dingen. Die zeggen, de Duitse tour operators boeken hun groepen per fax. Keukenhof. Keukenhof krijgt de boekingen van de Duitsers door op per fax. Dat is bij de discount, dat is ook nog heel lang gedaan. Hè? Dat zou je beneden. Ja, je ziet mij wat verbaasd kijken, we hebben niet eens weer een fax hier. Nee, nou kun je zeggen. Nee, de jeugd weet niet eens wat een fax is. Nee, maar ze zeggen, we hebben echt de fax voor de Duitse klant. Weten jullie iets over het bezoek van Duitsland? Jij wist het specifiek, want jij hebt er iets op ingericht. Weten jullie iets hoeveel mensen uit Duitsland jullie website bezoeken? Ook een vraag van mevrouw van der Weert, meneer of mevrouw van der Weert. Ik denk dat wij daar nog wel een slag te maken hebben. Dat wij het gebruik vanuit het buitenland nog onderbelicht is. Dat we daar nog... We hebben een speciaal Duits merk en daar doen we eigenlijk te weinig mee. En omdat je ook weet dat het gebruik van internet op een lager niveau ligt in Duitsland. Maar we kunnen daar nog slagen maken. Jullie hebben allemaal een sociaal profiel. En dan sla ik jou. Je hebt wel LinkedIn, denk ik. Ja, ja. Een LinkedIn profiel is natuurlijk ook onontbeerlijk. Dat heb jij ook. Ja. Wordt daarop gekeken? Kun je ook zien, hè? LinkedIn of wel op gekeken? Ja, er wordt iedere dag of om de dag komt er wel weer een nieuwe connect. Ik doe er eigenlijk weinig mee. Ik heb een aantal interessante connecties kunnen maken. Maar het is bij mij ook nog ondergeschikt, hoor. Het zit nog niet echt in mijn genen om daar heel veel mee bezig te zijn. Ik mis het nog niet. Je mist het dan niet. Nee, dat gaan we maar niet van zaken doen. We maken even een brug naar het volgende... onderdeel, dat zijn er wat meer vragen. Maria Stratemeijer, hoe moet je interessante Duitse partijen benaderen voordat ze jou kennen? En ik toetste heel even, LinkedIn is dus niet de manier. Wat zijn jullie tips op dat punt? Ik zal het heel eerlijk zeggen, cold calls. Gewoon daar naartoe een afspraak maken. Ouderwets. Ja, dat is mijn beste tool. Echt en natuurlijk, ja. Je kunt wel allerlei folders over. Dat krijgen, mensen worden bedolven met informatie. Ja. Maar het is een persoonlijke contact en het face-to-face, als je zover komt dat je dat voor elkaar krijgt. Dan is het al 1-0, zeg maar. Ja.
Ik heb in het verleden één keer maar geprobeerd om in Duitsland zaken te doen. Toen was het inderdaad in de auto naar Frankfurt. Gewoon keurig langskomen, een kop koffie en weer terug. Maar dat is wel een investering die wordt gewaardeerd, geloof ik. Ja, ik heb het met het Duitse sprekersbureau ook gedaan. Cold call, naartoe, naar Stuttgart en heb ik... Je eigen passie brengen in zo'n gesprek. Dat je ziet, dat je staat waar je mee bezig bent. En mensen laten verrassen met nieuwe dingen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Weet je, je kan in zo'n gesprek, als je daar wat ervaring in op gaat doen, al heel veel structuur zien in wat die klant wil. Dat neem je dan in zo'n gesprek mee. Zijn daar checklist voor? Want je noemt het de aanpak van zo'n kennismakingsgesprek. Ja, ik doe dat al jaren. Eens mee. Je moet je op de eerste plaats zo goed voorbereiden dat je bijna beter de website van de klant kent dan hij zelf doet. Dat is het eerste wat ik doe. Ik probeer alle informatie van zo'n club ergens vandaan te halen en een beeld te krijgen. En dan is het zit ze in een moederconcern ergens? Hoe hangen ze in zo'n organisatie? Wat doen ze precies? Waar zijn ze goed in? Waar zijn ze minder goed in? En dan kun je eigenlijk al meepraten. En dan kennen ze je nog helemaal niet. En dan denk je, die heeft zich aardig verdiept. Die kent mijn bedrijf al aardig. Die is geïnteresseerd in mij. Dat zeg je eigenlijk. Zo doe ik het zelf. En voor de rest moet je gesprekstechnieken, dus de vraagstellingstechnieken beheersen. En hoe doe je dat dan? En de taal. En voor de rest moet je het zelf doen. Dat blijft de drie belangrijkste. Het is toch gunnen. Ze moeten je, als mensen je business gunnen, dan dat is je moet echt het gevoel geven dat je interesseert voor een product. Dus absoluut. Even voor zo'n gesprek. Zo'n supermarkt binnenlopen is voor ons gewoon ook weer 1-0. Ja. Maar op een gegeven moment, dat lijkt wel gewoon toch de grootste... De taal lijkt wel de grootste angst. Hier Jorg Swaans ook wordt door een potentieel Duitse klant geaccepteerd dat je redelijk, maar niet vloeiend Duits spreekt. Hij heeft wel een GmbH en wel een Duitse website die op orde is. Maar het lijkt die angst, jij zei dat ook al, hè? Van ik ben over mijn angst heen om Duits te praten. Ja, ook niet bang te zijn die fouten te maken. Want op een gegeven ogenblik, dan komt het inderdaad wel. En sorry zeggen kost ook niks. Gewoon dus, doen. Gewoon doen. Ja. Gewoon weer even en die ouderwetse Hollandse, hoppakee, gaan. Ze verwachten niet een perfecte... Maar je moet wel echt je best doen. Ik bedoel, maar als je er bang voor bent, ga ze een beetje bij die nonnetjes. Dat scheelt ook op. Ik heb er geen aandelen, dat is ook echt niet te doen. Want ik begrijp dat de Duitse afdeling daar de meeste mensen trekt op dit moment. Meer dan Engels en Italiaans enzovoorts. Dus. Als we kijken naar de Duitse markt. En we hebben nu een aantal aspecten met elkaar benoemd. We hebben gekeken naar de economische trends. Duitsland, sterke economie, groeit. Opvallend vond ik dat we in de komende 20, 30 jaar zien dat die bevolking van 80 miljoen naar 60 miljoen gaat. Ja. Dus er is iets aan de hand. Steeds meer immigranten uit het zuiden van Europa, vond ik ook interessant. Ja. Een enorme kans voor de creatieve industrie, waar je steeds meer behoefte ziet ook in Duitsland. Nederland sterk in de creativiteit en daar als ondernemers op inspelen. Sterke kansen, maakindustrie, agri-food. Vooral in regio's die wat verder weg liggen van onze eigen landsgrens lijken daar kansen te liggen. Verbindingen leggen. Nederland wordt gezien als een land waar die creativiteit van belang is. We zijn sterk in die producten, neem dat mee. Je speelt in op een aantal andere grote trends die voortborduren eigenlijk op die wereldmacht, Duitsland. Dus het MKB, wat daar heel groot is, waar enorme kansen liggen, maakt daar gebruik van. Het hoeft niet alleen maar groot te zijn. Die Duitse taal, we hebben gemerkt dat zowel bij de deelnemers in het webinar als bij jullie, er wordt gezegd, die taal is gewoon ontzettend belangrijk. Investeer daarin, zorg ervoor dat je de taal spreekt. En als laatste hebben we gekeken naar het leggen van relaties. Iets meer aandacht voor die beurs. Dus de beurs blijft ook belangrijk, daar zie je het, daar kom je in contact met klanten, daar kom je in contact met toekomstige leveranciers en partners. Zij rukken echt naar die beurs. Hè? Ik moest daar laatst ook spreken op de beurs voor kinderwagens. Dan zou je denken, ze komen met duizenden er naartoe. Die mensen gaan echt, het hele land, ze zitten uren in de auto. Ze gaan er echt naartoe. Ja. Ja, dagje uit. Dat fysieke. Ja, dat is heel, hè? Ja. Maar dat is een hele belangrijke, dat is een hele goede tip. Ga bij winkels binnen, voel en spreek met mensen. Ga er ook naartoe. Cold calling noem je als tip. Maar dat gaat over dat gesprek en zet jezelf neer. En denk ik als allerbelangrijkste, Nederland is een land waar wij nu kunnen gebruik kunnen maken van een trots koningspaar. We gaan nieuwe markten veroveren. We zagen het al aan Philip Hess met zijn paraplu's, de stormparaplu. We zijn innovatief, we veroveren nieuwe markten. Heren, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Ja, ik vind het fantastisch om met jullie dit te kunnen hebben gedaan. Jos van Mil, ik moest even naar je achternaam kijken, van Greenco. Ton Kemperink van Bons en Evers. Ajit Bakas, Trendwatcher en Philip Hess, die inmiddels uit de uitzending is van Sensombrella's. Vergeet niet, je kan je inschrijven voor www.verovernieuwemarkten en kans maken op de derde MKB Export Award.
Na de zomer gaan we het hebben over Business Guide Turkije. En we verzoeken jullie allemaal vriendelijk om nog even de poll in te vullen, zodat wij een evaluatie hebben van de webinar. Dankjewel voor het kijken. Wij stomen hier de studio uit met 35 graden. En tot de volgende keer. Dankjewel, heren. Dankjewel. Ja, gedaan. Ik zie binnen niet zoveel te merken van die hitte. Morgen zou het toch echt...